Oh, dan ben ik wel goedenavond. Blij dat u weer kijkt, want dan zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van de Jaap Aap Show. En er kan weinig gebeuren, want ik heb de buitendeur op slot gedaan, dus we kunnen er gewoon lekker tegenaan. De onderwerpen, we staan er vol van. De eerste onderwerp. Hallo, doe eens open, ik sta voor de deur. We zijn er niet. Dat hallo, hier is Ruud. Ja. Ik sta voor de deur van Studio 2. Jammer, hallo, maar de, ja, hallo. De deur is dicht en de sleutel is weg. Dames en heren, we gaan gauw beginnen. Maar want ik hoor u toch? Oh, dat lijkt me zo. Dames en heren, we gaan gauw beginnen, want het eerste onderwerp... Met wie sta ik nou dan te praten? Met een bandje. Dit is een bandje. Spoel even terug. Hoor u wel? Ja, hallo, maar zou u dan even tegen Guus, de regisseur, willen zeggen dat ik aan de deur geweest... Oh ja, wie kan ik zeggen dat er geweest is? Nou, ik ben Ruud. Oh ja, met een D of een T? Ja, nou, dan moet u niet van die moeilijke vragen stellen, hoor. Nou, we beginnen dan, meneer. Het eerste onderwerp, en dat is een heel leuk onderwerp, dat komt namelijk uit het buitenland. Nou, in het buitenland gebeurt heel veel dingen. Nou, dit gebeurt. Is het toch mogelijk, hè? Zo, hè? Nou, jongen, zeg, we dat zijn is niet eindelijk, hè? Hoe ben je nou binnengekomen? Door het toiletraampje ben ik gekomen. Door het toiletraampje? Wat slaat dat nou weer op, door het toiletraampje? Ja, maar ja, dan moest ik wel, want de deur was dicht, hè? Maar de deur was dicht, ja. Trouwens, zo ga ik ook altijd weg, dus het maakt niet uit, hè? Want dat is voor mij korter, hè? Ja, zo is het. Goed, dames en heren, dan gaan wij gauw beginnen met het programma, want we hebben een heel erg leuk onderwerp. Oh, nou, dat komt goed uit, want ik heb geweldig nieuws, hoor. Oh ja, is die zolder uitgebrand? Zonder van die oude filmpjes, hè? Nee. Dames en heren, nee, wacht even, ik heb heel ander nieuws. Ander ja. Nieuws. Wat dan? Binnenkort in 72 theaters. De Ruud Lubber Story. Lubber Story? Is een bioscoopfilm. Wat is over dat mij. Over mij? Ja. Wat is dat dan precies? Wat met nog nooit vertoonde beelden uit nog het nooit privéleven van Ruud Terria. Oh. Ja, starring Ruud Lubbers. Co-starring Ria Lubbers. Full Color Cinemascope Dolby System. Jongen, maar wat is dat dan precies, die film? Waar gaat het over? Nou, dat zijn allemaal van die oude filmpjes van mij, hè? Oh, die oude zijn. Ja, die hebben Ria en ik met het plakpersie van de buurman aan elkaar zitten plakken. Plakpersie. Heel gedoe nog, hoor. Ja, want iedere keer zat de tafelkleed ertussen, hè? Ja, steeds haartjes in het persie. Dat is nou de film van 3,5 uur duurt die. 3,5 uur? Nou, dan is de projector zeker een afloop tot zelfvernietiging overgegaan. Die 3,5 uur, daar komt toch geen eind aan. Waarom duurt het zo lang? 3,5 uur, nou, die blauwe kool? Zo, er zitten 5 plus pauzes in, hè? 5 plus pauzes. Ja. Nou, dames en heren, we gaan gauw beginnen met het verhaal van de leuker. Ja, dat weet ik niet, hè. Oh, nee, hè. Gehoord en gezien. Door in. Krijgen we dat weer? Wat nou weer? Ja, want ik heb heel belangrijk nieuws. Belangrijk nieuws, nou dat zal wel belangrijk zijn. Ja, nou Henny Huisman, die ken je wel, ja, die heeft Lars van Mollen in zijn tuin. Oh, heb je Lars van Mollen, vervelend. Ja. Maar nou heeft hij gisteren een mollenklem gezet. Een mollenklem al, hè? En toen zaten er vanmorgen twee in. Zo, mooi. Linda en John. Ja, hoe vind je hem? Ik vind hem wel om gek te worden zo leuk. Dames en heren. Ja, we gaan verder. Nou, dat was het alweer. Tot zover de rubriek Gehoord en Gezien door Ien. Ja, oké. Dames en heren. Dat hoeft allemaal niet bij al die heisaan en kabaal. Ja, we weten het wel. Dames en heren, we gaan gauw beginnen. Ja, daar ben ik weer. Oh, oh. Zo, dat weet ik niet, hoor. Ja, hoor. Ik denk, ik maak gelijk even gebruik van die plaspauze. Mooi. Nou, dat heb ik al gemist. Nou, niet veel. Henny Huisman heeft last van Mol in zijn tuin. Ja, vervelend zijn die beesten. Ja, is heel vervelend. Ja, maar goed, daar gaat het nou niet om. Had ik er ook één in mijn tuin, hoor. Ook Mol in je tuin gehad. Mooi. Albert. Eindelijk, hè. Albert Mol, snap u hem? Ja, ik begrijp hem. Albert Mol.
Nou, dames en heren, we gaan het beginnen. Nou, ik, als u niet erg vindt, wou ik nog even doorgaan over mijn bioscoopfilm, hè, als u het goed vindt. Nou, moet dat ja, nou... Ja, want gisterenmiddag hadden we de perspremière van de film. Perspremière? Wat is een ja, perspremière? Wat, De eerste 5 minuten van de film zat iedereen te schreeuwen en te fluiten en te joelen in die zaal. Dat zal wel. Ze vonden hem waardeloos, zeker? Nee, nee, ze waren vergeten het voordoek open te doen. Zal ik u even wat beelden van de première laten zien? Nou, zet het voor de andere keer wel aan, Ruud. Dan gaan we beginnen met begonnen. Komt ie al, hoor. Kijk eraan. Dat is het. Dit was de première dus, hè. Interessant. Nou, u ziet wel, hè. Allemaal belangrijke gasten, hè. Ja, dat zal wel Tom en Jerry in de Flintstones. Nou, dat weet ik niet. Dat kan best. Dat kan best. Er waren er zoveel... Kijk, hier allemaal beroemde filmsterren, zie je wel? Ja, interessant, hè? Ik ken er niet één, hoor. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat ze allemaal incognito waren, hè? Incognito? Ja. Kijk, die man daar, hè, deze, die zit altijd in het pak van Pino in Sesamstraat. Ja, zit hij in dat pak daarmee, ken je hem nou niet, hè? Nee, en die daar, die man, welke? Die zit altijd in het pak van Tommy uit Sesamstraat. Pak van wel. Ja, daarmee ken je hem nou ook niet, hè? Nee, daarom zie je niet meer. En die daar, die zit altijd in het pak van Vieter van Vollenhoven. Vieter van Vollenhoven? Ja, ook even tussendoor. Weet u trouwens waarom Pieter van Vollenhoven in de auto altijd meteen in het midden gaat zitten als hij instapt? Nee, dat weet ik niet. Waarom gaat hij altijd... Anders komen ze oren tussen de deur. Dames en heren, we gaan gewoon beginnen, hè? Want hij we hebben nog een heleboel te doen. He? Ja, geinig. Dames en heren, we gaan... rond, hoor, op de gang in de ja, dat kamer. Zal wel lachen geblazen zijn. Dames en heren, eens kijk, even daar, kijken. Daar kom ik, daar heb je mijn. Kijk eens wat een enthousiasme, wat een winst, hè? Oh, ah, die mensen waren zo leuk, hè? Ja, dat is wel. Och, het was zo druk, ik kwam er haast niet door, hè? Dat kun je wel zien, hè? Nee. Het heeft 3 kwartier geduurd voordat ik binnen was. Ik was van huis gegaan met zwarte lakschoenen. Ja. En toen ik eindelijk binnen was, droeg ik een roze panty met 2 iets te grote sandalen. Kijk, hier ga ik de zaal in, zie je wel? Kijk, oh, ja. De deuren daar, zie je wel? Oh, dus daar ja. Ben ik in de zaal. Mooi, zie je? Mooi. Nou gaat de film beginnen, hoor. Nou pas, kijk, die hele film weer wat een gedoe allemaal, hè? Wat is die film? Ik zie alleen maar een smalle streep. Wat is die streep? Die ja, dan komt het. Het is super cinemascoop, hè? Super cinemascoop? Ja, dat is heel breed beeld, hè? Oh. Ja, maar op de tv gaat het dan altijd een stukje van de onder- en de bovenkant af, hè? Een stukje? Ik zie niks meer. Maar daar hebben ze nou speciale brillen voor die het beeld dan op de televisie weer gewoon maken. Speciale brillen? Ja, ik heb er voor u ook een meegenomen. Als u die bril even op wil zetten, dan heb je normaal beeld. Waar is die bril? Oh, ja, gaat het? Even kijken, hoe gaat het op? Nou, hij staat niet gek, hoor. Staat hij niet gek, nee? Hij staat goed. Maar kijk, zie je nou, heb je normaal beeld. Zie je wel? Oh, zo, ja. Ja, daar begint te filmen. Oh, ja, daar heb ik kijken, ja. Hier zie je mij als baby. Oh. Kijk, hè? Ja, ik was heel klein. Oh, ja, dat zal wel, was ik klein, hè? Nou. Ja. Nou, hier ga ik met, ben ik wat ouder, dan ga ik met mijn opa een hamburgertje kopen. Leuk, hè? Hier gaan we naar binnen. Ja, hoor. Dat vind ik allemaal. Oh, nou, hier ben ik in dienst. Oh, wat ja, leuk. Ik heb in militaire dienst gezeten. Oh, wat leuk. Maar ik zie je helemaal niet. Waar zit je dan? Wie ben je mij dan? Niet? Nee, ik zie je absoluut niet. Dan kom ik zit in die tank, hè. Nee, je krijgt de deur niet open, hè. Ze riepen nog, kom eruit, maar dat ging niet. Maar die tank staat er goed op, hè? Ja, die staat er zeker goed op. Maar was dat hier, en dit was in mijn studententijd. Kijk, hier komen we met alle medestudenten, komen we uit de studentenflat. Ja, dat is wel een leuk boekje, hoor. Nou. En hier nog een oude foto van mij. Zie je hoe ik in die tijd op Robert Redford leek? Spreken. Ja, daar is Riaap gevallen natuurlijk, hè. En hier, kijk, dit is mijn eerste contact eigenlijk met de politiek geweest. Hoezo? Ja, toen liep ik te wandelen op het Binnenhof. En toen moest ik ineens zo plassen. Toen ben ik even binnen gaan plassen. En dat beviel zo goed. Ik ben er toen gelijk gebleven. Nou, dat was het zeker. Tot zover. Ja, oké.
Dan gaan we nu dan weer. Nee, nou is het plaspauze, hè? Oh, het plaspauze. Ja, zo zijn de vijf. Het zijn de vijf. Kijk, van die... hier zie je mij net vanuit het toilet gaan nog op die première, hè? Zie je? Geinig, hè? Ga ik naar het toilet toe. Ja, ik vond hem heel geinig, heel interessant. Dames en heren, dan gaan we nu eindelijk beginnen met het programma. Hoe is het toch mogelijk? En weer de tijd dan weer om helemaal gevuld met een bioscoop. Daar word je toch gek van, hè? Ze waren we alweer. Kunnen we alweer afscheid nemen, hè? Ook dat nog. We hebben er geen tijd meer voor. De tijd is al op. We zijn alweer dik eruit. Ja, daar ben ik weer even voor de laatste keer. Wel het al gezien door één. Ja, laten we zitten. Niels uit de showbusiness. Daar is geen tijd meer voor. Ruud heeft alles al gevuld over de bioscoopfilm. Oh, wacht even, want dat komt heel goed uit. Wat? Want daar gaat mijn laatste Niels ook over. Gaat je laatste Niels over de bioscoopfilm? Ja. Nou, de Ruud is in Hollywood genomineerd voor een Oscar. Een Oscar? Waar hebben die voor gekregen? Voor de beste hoofdrol of zo? Nee, niet exact. Wat dan? Voor de beste toiletrol. Voor de beste toiletrol. Wat hoor ik nou? Heb ik een Oscar? Ja, voor zo net. Je hebt net een Oscar. Wat leuk zeg. Ja, leuk hè. Voor een toiletrol. Ja, voor een toiletrol. Ja, daar ben ik ook briljant in, hè. Oh ja? Ja, toiletrol. Ik verzamel ze ook. Ik heb thuis een hele verzameling met toiletrol. Verzameling toiletrol. Ja, dat is heel goed doen hoor.